Collega neergeschoten, zo hier op de golfbaan. Of in ieder geval collega neer. Ik zeg niet geschoten, zou hier op de golfbaan zijn? Hallo, blijf eens even staan. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, beide. Oh, dat is een taser. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar... Wauw, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD for Amor. Vandaag ga ik op pad met het oude uniform en een oude golf. Gemaakt door Heuwe of zoiets. 1202 OC, we komen eraan. Dat is verhoord. En hè, zo. Ja. Goed, prio eentje, ongeval. Zo gaan we meteen heen. En Mirror Park, dat zou betekenen dat hier rechtsop is. En dan rechtdoor. Ja, dus ja, de prio eentjes kunnen dag en nacht binnenkomen. Zit je net in de overdracht, zit je net in het begin van je video. Dat maakt allemaal niks uit voor de melder en voor de meldkamer. Die geven hem gewoon door. Ja, deze golf is natuurlijk ook echt een oud plaatje. En ik vind hem wel vet. Ja, dankjewel. Gelukkig weet ik nog waar het Mirror Park is. En als we dichterbij komen, dan zien we natuurlijk ook beter waar de locatie is en zo. Stoeprandje. Ja, de ambu en de... Of ja, zoals de andere aflevering met de oude uniformen. De ambulance heeft in dit geval een politie-sirene, sorry daarvoor. De collega's hebben nieuwe pakjes aan. Ook nieuwe Tourans en zo. Ja, dat gaat niet allemaal veranderen voor een video. Excuses. Wie, wat en waar? Oh, voertuigwater. Oké. Hallo. Auto te water zie ik. Hey, ben u degene die 112 heeft gebeld? Ja. Oké, kun je me vertellen wat er is gebeurd? Ja, de bestuurder van het voertuig was heel erg aan het slingeren over de hele weg. Hij probeerde een bocht te maken en rijdt zo het water in. Oké, wie is de bestuurder? Degene die achter de boom zit. Oké. Dankjewel. Het is niet echt zo van... oh, wacht. Hallo. Hi. Kun je me... Wat? Wat is dit nou van een domme vraag, joh? Kun je me... Ja, nou oké. Ah, dit is de passagier. Kun je me vertellen waarom er een auto in het water zit? Ja, oké, weet ik veel. Ik weet het niet. Ik was helemaal blacked out. En ik hoorde een splash geluid. Oké, heeft hij iets gedronken? Ja, maar ik ben niet de bestuurder. Dat is niet illegaal, toch? Nee, dat klopt inderdaad. Heeft hij voor mij wel even een ID'tje? Nee, op het moment dat zij niet heeft gedronken of dat zij niet rijdt, ja, dan is het niet strafbaar. En ik denk dat daar de bestuurder staat. Dankjewel Alicia. Als je hulp nodig hebt, ambulance, dan hoor ik het wel. Goeiedag. Hey. Hij is ook echt nat geloof ik, hè? Dat is wel vet. Ja. Kun je mij vertellen waarom er een auto in het water is? Nou, kijk daar agent. Ik was gewoon aan het proberen naar huis te gaan. En opeens zomaar snijdt iemand me af. Trouwens, linksonder zien we ruiken bij hem een alcoholgeur. Oké, kun je mij vertellen welk voertuig je dan afsnijdt? Of kun je een beschrijving geven? Ja, een gele auto. Ja, de auto is zelf geel. Heb je iets gedronken? Gewoon een paar, denk ik. Oké. Goed, je mag even blazen voor mij. Nou, dat was niet de opgave. Oké, wil niet meewerken. Blijf nog even staan. Ik moet wel even teruggaan naar de
naar hem. Hi. Heb je toevallig gezien of iemand hem probeerde af te snijden? Nee, dat hebben we niet gezien. Ik denk dat de auto van hem en mijn auto, die is wat daar staat, de enige twee auto's waren die in de buurt waren. Nou goed, dat is dus niet het geval. Is hij nou weg? Daar loopt hij, hè? Goed, hey, luister. Ik heb je niet gezegd dat je weg moet lopen. Je bent met deze aangehouden. Rijden onder invloed veroorzaken, ongeval. Nogmaals, ik geef je nu de kans om even te blazen voor me. Wil je dat doen of niet? Nou, niet meewerken. Goed, dan is bij deze. Of als je dadelijk weer niet meewerkt, is je rijbewijs gewoon ingevorderd. Ja? Blijf je zitten, collega's komen je ophalen. Mijn golf nou ook weg? Nee, mijn golf. Ah nee, die verdwijnt gewoon op afstand blijven. Handig! End. Zo. L. Zo. Ik had even groen aangezet, om nog even de rest van de auto oma te laten zien. Hoi, ja, hij staat daar achter, zeg maar. Hier ze. Ja, hier ze, hier ze, hier ze. Even dit voertuig aan de kant. Zou toch wel wat zag hem slingeren. Nu krijgen we ook een melding verdacht voertuig hier om de hoek. Misschien tot mensen dit voertuig hebben gemeld, maar daar kan we niet achter komen. Nou, dat kun je net niet stoppen, hè? Dat is net niet helemaal een mooi plekje. Als je nou serieus tegen dat busje, dan ga je even heel snel vooruit rijden en dan zit hij weer achter me. Zo. Goedendag, hallo. Hey. Hebben we een rijbewijs van gezien? Toevallig is gedronken. Toevallig drugs gehad. Okay. Mag even voor mij blazen tot ik stop zeg. Is rustig man. Blazen. Omar. Oké. Okay. We gaan even speekseltestje afnemen. Oké, okay, goed. Ja, hij wil dan slingeren, maar daar kan ik verder geen bewijs op of verder niks mee. Waarom dat was en zo. Ik zal ik ga even... het volgende kenteken voor je natrekken. 4, 1, November, Zulu, QB, een hele fijne dag verder. 8. Nou, ik zag wel de vraag staan. Waarom was je op je telefoon? Dat kan ertoe duiden tot ik hem, als ik langzaam was gereden en beter had gekeken, tot ik hem wel op zijn telefoon had zien zitten. Nou, we gaan in ieder geval verder. Lincoln 18. We have a 1099 in Burton. Stop maar goed voor je.
Dat kan niet. Voordat ik rijd over de stoep krijgt hij van mij een bekeuring voor. Hallo. Hi. Kipman. Hoi, rijbewijs. Oké, je rijdt ook sowieso met een ingevorderd rijbewijs. Even kijken. Penalties, select the fines, driving on suspended license. En driving on sidewalk, ik weet niet of dat... Careless driving maakt ervan. Goed, die ga ik je wel uitschrijven. Mag ik ondertussen ook even uitstappen, want je mag natuurlijk niet verder rijden. Who are you walking into? Goed, de keuring heb je gekregen. Die kregen we zelf thuis gestuurd. Of ja, eigenlijk krijg je daar nog een bonnetje van. Nu heb je een bonnetje gekregen. Ja, dat is natuurlijk nog vroeg aan. Maar ja, ik kan niet alles perfect nadoen zo als vroeger. Heet u alsjeblieft Prio 2. Prio 2'tje binnengekomen, iemand heeft hulp nodig van de politie. Ja, dat hebben ze meestal allemaal wel. We gaan er met enige snelheid naartoe. Waar het kan. Hallo. Hey. Ben u degene die 1-2 heeft gebeld? Ja, dat was ik. Heb je tevoren die bewijsje voor me? Ja, dankjewel. Oké, kun je me de situatie een beetje uitleggen? Nou, mijn ouders laten me gewoon het huis niet in. Weet je waarom ze hier het huis niet in laten? Nee, ik heb geen idee. Heb je geen sleutel? Nee, ze hebben me nooit de sleutel gegeven. Oké, ik zal eens zien wat ik kan doen. Thank you. Oké. Ik ga even naar binnen, ik ga met de moeder praten en dat geloop hier, dat duurt me allemaal te lang, dus ik zet er een beetje snelheid achter. Kijk eens, hier staat de moeder. Goeiedag Schotel, ik ben Wim, politie. Ben u de moeder van Tara Holzi? Ja, waarom? Wat heeft ze nu weer gedaan? Nou, ze heeft 112 gebeld. Waarom heeft ze dat gedaan? Nou, omdat ze blijkbaar u haar de woning niet inlaat. Nou ja, ze kan wel buiten slapen. Oké, waarom? Nou, ze is toch nooit thuis, waarom zou ze nu naar binnen moeten? Nou ja, omdat ze je dochter is. Ja, dat boeit me niks. Nou, je kunt er niet zomaar op straat laten slapen, je moet er binnen laten. Nou, oké. Nou, die gaat er binnen laten. En dan gaan wij weer. Hallo, je mag naar binnen. Oké, alsjeblieft, doei. Oh, dat is achteruit. Problemo solved. Beetje bemiddelen, beetje chillen met ze. Dispatch calling unit 6, Paul 20. We have a 1099. All available units respond. 1 out of 5 have been shot. Respond code 3.
Collega neergeschoten, zo hier op de golfbaan, of in ieder geval collega neer. Ik zeg niet geschoten, zo hier op de golfbaan zijn. Pleur hem gewoon hier zo overheen, hoppa. Zulu vliegt erboven. Hoppa, hoppa. Oh. De verdachte rent hier, die pakken we maar meteen. Staan blijven. Kom, staan blijven. Tackle je gewoon. Hier, kom. Stoppen. Hier komen. Goed, je bent aangehouden. Je bent niet te verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Moet je daar gebruik van maken, ja of nee? Goed. Wat ik nu ga doen. Verdachte is aangehouden. 12:05, ik ben get in the car and behave. Dat is verhoord. Is instap waarschijnlijk niet. Gaan we nu snel bij de collega kijken. Oh, nieuwe Passat uit de toekomst. Oh, en dan crasht. Collega in ieder geval neer en wij gaan... de klik legt ze van alsof het opgelost is. Collega's neer, ambulance is gekomen of die komt eraan. En wij gaan door met de surveillance. Tot zo. Een dronken persoon loopt hier. Ah, kut, wacht. Even snel iets doen. Ah nee, ik heb wel nog mijn Walter. Oh, die wordt bijna aangereden. Dat is verhoord. Approach with caution. Hallo, blijf eens even staan. Wait up! Hey. Ik ben ID'tje voor me. Dankjewel, William. Oké, goed. William, je bent aangehouden. Je mag, je wordt nog gezocht. Maar even omdraaien. Ik ben niet te antwoorden verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Jullie kennen allemaal het verhaaltje wel. William, het zit zo. We kregen een melding openbaar dronkenschap. En die is ook wel bevestigd bij het zien van je. Hij is moeders mevrouw. Dus daar word je voor ook nog gepakt. Maar in ieder geval het feit dat je gezocht wordt komt er ook bij. Iemand die een poging tot moord heeft gedaan, ooitens, die rijdt hier nu ergens. Kan ik die hier nog binnen doorpakken? Ja, zeker kan ik dat. Dus hier gaan we even een BTGV'tje pakken. Met een BTGV'tje pakken. Oeh, dat scheelt heel weinig. Oeh, daar staat een paal. Ja, die vond ik wel, dat is ook voor een paal. 12:01, 12:01. Maar even dus. Ah, dat is wel dit. Bliep bliep. Gaat die stoppen? Jazeker. SC-1201, we hebben een BTV hier. Collega's komen erbij. Ik wou altijd gewoon felony backup gebeuren. Dat weet ik in ieder geval tot we met getrokken... Oh, wacht even. Oh, wacht even. Oh, stop even. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, beide. Oh, dat is een taser. Laten, laten. Ja, handen omhoog. Handen omhoog. Hey, vriend. Die... Collega's hebben hem. Ik pak hem.
Ja, hij had natuurlijk het wapen, maar daar was er wel eentje. Loop niet over hem heen, vriend. Hij had weer een dat ding. Dus ik dacht, die gaat alles hier in de fik zetten. Maar toen rende hij wel weg. Nou even bam bam bam. Dan deed ik zo van bam bam bam. En toen deed ik, ja, toen was hij dood. Dus helemaal goed, man. Wat ik ging doen is, ja, hij wordt getransporteerd. Ik ga dat ding maar laten komen. En een takelwaggel. En dan hebben we alles. Kijk eens, zo'n mooi ding. Die skin is helemaal anders. Maar ja, dat hebben jullie natuurlijk ook gezien. Of dat gaan we over 2 dagen. Ik weet het echt niet meer. Of over 2 dagen. Of jullie hebben het al gezien. Kijk eens. Dat zien jullie niet goed. Maar je ziet wel nu al een beetje. Het reflecteert allemaal. Kijk eens hier. Ah, mooi man. Die heeft dat niet. Maar dat is een hele oude auto. Ja, letterlijk oud. Maar ook oud als in al eerder gereleased. Heel lang geleden. In ieder geval. BTV is geslaagd. Een soort van. Hij wordt opgehaald. En... ik rij ergens tegenaan. En auto wordt afgesleept. En dat betekent dat wij op X gaan drukken. Nog een keer. En dan pakken we deze melding. En dat is de laatste van vandaag. Oh, die gaan er vandoor, denk ik. Oh, die rijdt snel, joh. Maar daar kunnen wij ook wel iets van. Ze zijn geschoten en inmiddels iemand is meegenomen in de auto daar. Oeh, en ik neem de bocht wel lekker ruim. Hoge snelheden. Wat doet hij, wat doet hij, wat... oh shit! Uitstappen! Handen omhoog! Oeh, dat was veel wat. Hij heeft zijn broer gekidnapt ofzo, want het lijkt precies op elkaar. Ja, nee, tuurlijk. Ik ben aangehouden. En jij pak je eigen auto blijven weer terug of zo. Hij had een vuurwapen en ik schoot ook, maar ik schoot door hem heen of zo. Heel raar. Ja, transportje deze kant op. Even. Dat is verhoord. Oh, ik crash. Alweer. En dat is toch een gedoe met dat arrest manager, geloof ik hoor. Dat is jammer. Maar goed. Hey, ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Hoop ik dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie over 2 dagen weer bij een nieuwe video, zoals altijd. En ik weet eigenlijk niet wat het is, zoals ik al zei. Misschien die Passat, maar misschien hebben jullie die al lang gezien en denken jullie wat praat je nou over. Ik weet niet meer. Doei!